Bing TV. Internettelevisie op zijn turnouts. Goedenavond allemaal. Op mijn beurt zeer goede collega's volksvertegenwoordigers uit het Vlaamse en het federale parlement, de burgemeester, geachte scheerden raadsleden, de voorzitter van UNISO, beste Flor, geachte bestuurders van UNISO, de directeur van UNISO Antwerpen, zeer hardwerkende en eventjes stille ondernemers, goedenavond. Geachte genodigden en ook voor mij, laatst niet het minst, hartelijk dank aan de gastvrouw, de gastheer, om ons hier vanavond te verwelkomen in dit mooie kader. En u bent terecht heel trots geweest op wat u verwezenlijkt. U hebt terecht uw innovatieve zaak in het licht gesteld. Dames en heren, ik hou van tradities. Ik hou van nieuwe technologieën, maar ook van tradities. We zijn januari maand en dus wil ik niet starten zonder dat we allemaal elkaar toewensen in de januari maand. Nieuwjaarswensen voor u allemaal. Goede gezondheid in de eerste plaats. Persoonlijk geluk, voorspoed in uw onderneming. Maar vooral evenwicht in het leven, een beetje balans in het leven, wens ik u allemaal toe. En we doen dat in een periode van onrust. We doen dat in een periode die we ons een paar jaar geleden moeilijk konden voorstellen. De voorzitter Flor heeft er al naar verwezen. We hebben in Oekraïne net aan onze buitengrens hebben opnieuw de koude oorlog, die weer een warme oorlog geworden is na de val van de muur in 1989. Hadden we de koude oorlog begraven, dachten we. Het is een warme oorlog op het ogenblik. We hebben verschrikkelijke strijd in het Midden-Oosten met de Islamitische Staat. En we hebben sinds enkele dagen angstwekkend dicht bij ons het probleem van het jihadisme en van het terrorisme. Het is in die context dat u voor een nieuw jaar staat, het jaar 15, en dat u enthousiast moet proberen te ondernemen. En we doen dat in een context die moeilijk is ook budgetair, die moeilijk is ook economisch. Budgetair, u kent de situatie, een land met een overheidsschuld van 104,5% van ons bruto nationaal product, dat in het vizier staat van de Europese Commissie als ons begrotingstekort stijgt. Een land met een zeer groot overheidsbeslag, wat we met z'n allen produceren, daar wordt heel veel van afgeroomd, te veel van afgeroomd, zeker in verhouding tot wat de overheid teruggeeft aan ons allen, 54% overheidsbeslag. Een land met een te lage economische groei. De laatste voorspellingen zijn dat er in dit land amper een groei zal zijn van 0,9%. Wij zijn gestart met prognoses voor het jaar 15 van 1,8% groei. Daarna bijgesteld door het planbureau, daarop hebben we onze begroting gebaseerd tot 1,5%. De Europese Commissie is met een herfstrapport gekomen dat de groei in België slechts 0,9% zal zijn. We kijken uit naar wat het planbureau zal zeggen, maar we vrezen dat we op 15 opnieuw in het jaar geconfronteerd zullen worden met nieuwe omstandigheden. Ik ga niet vergelijken met India, 7% groei, bijvoorbeeld wel met de Verenigde Staten, meer dan 2% groei. Wij moeten meer groei hebben in dit land. In die omstandigheden, dames en heren, moeten wij beleid trachten te voeren. Moeten wij beleid voeren met een land dat het moeilijk heeft met zijn concurrentiekracht. En ik hoef het hier in de Kempen niet te zeggen. De Kempen geconfronteerd de laatste jaren met een aantal grote sluitingen, met een aantal sluitingen die geleid hebben tot een hoge werkloosheid, tot een groei van de werkloosheid. Gelukkig is het aantal faillissementen gedaald, maar u kent de grote verhalen, Philips, Heinz, vandaag opnieuw McKay, een ander verhaal weliswaar, verhuisd naar Henegouwen. Een zone die het moeilijk heeft, een zone die ik een beetje vergelijk met West-Vlaanderen eigenlijk. Heel veel KMO's hier in de Kempen, ook West-Vlaanderen heeft dat, van al die KMO's hier in de Kempen zijn 75% familiebedrijven, zij zorgen voor grote welvaart, waarvoor grote dank, 160.000 mensen worden te werk gesteld in die KMO's, maar grote problemen, grote achteruitgang en ik kom terug op de Kempen. In die omstandigheden staan de overheden in dit land dus voor een moeilijke opgave, een dubbele opgave.
budgetaire orde op zaken zetten. Dit moet gebeuren. Ik heb u gezegd, wij flirten met een 3% tekort. En u weet dat Italië uiteraard meer dan België, Frankrijk uiteraard meer dan België. En België in het vizier zitten van de Europese Commissie. Wij moeten het tekort terugdringen, we moeten die begroting in orde brengen. We moeten in 2018 naar een budgetair evenwicht, 2018. Overheidsschuld moet naar beneden. En tegelijk, dames en heren, moeten we zorgen dat onze concurrentiekracht verbetert. Dat onze loonkost minder zwaar wordt. Dat er zuurstof in die economie komt. En u begrijpt, in deze budgetair moeilijke tijden is dat een lastige zaak. Daar staat de federale regering voor geconfronteerd. Daar staat de Vlaamse regering ook mee geconfronteerd. We hebben daar drie keuzes om dat op te lossen. En u kent ons verhaal. We hebben met deze coalitie van N-VA, CD&V, Open VLD en Vlaanderen ervoor gekozen om de budgetaire problemen die er zijn, om die op te lossen door de tering naar de nering te zetten. Door te gaan naar een budgetair evenwicht. Wij kiezen er niet voor om in het rood te strijden. We kiezen er niet voor om nog eens schulden bij op te bouwen. Dit land heeft zeer veel schulden. En we kiezen er ook niet voor om de belastingen te verhogen. Dit land kreunt onder zware belastingen. Dit is niet de manier om het op te lossen. En dus hebben wij ervoor gekozen om budget in evenwicht te brengen met de tering naar de nering. We doen dat op een evenwichtige manier. 2/3 op de overheid, 1/3 in de kostendekkingsbijdragen. En daar is onvrede over. Ik steek niet weg, dat is niet aangenaam, dat is nooit aangenaam. Het is veel plezanter om te besturen op het moment dat je meer centen hebt, dat je uit kunt delen, dat de budgetten groeien, dat je meer kunt investeren. Dit is niet het geval. We maken moedige keuzes. En ik moet ook zeggen dat, ondanks de stakingen en ondanks het mediageweld daaromtrent, dat ik in al mijn contacten die ik heb, en ik heb heus niet alleen contacten met ondernemers, ik heb heel veel contacten, dat ik toch in Vlaanderen een brede meerderheid van mensen tegenkomt die zegt, goed, het is niet aangenaam, het is niet aangenaam, voor niemand aangenaam, maar als wij ermee zouden geconfronteerd zijn, in ons huishouden, in onze onderneming, zouden wij ongetwijfeld dezelfde keuzes maken ook. Zorgen dat die putten niet groter worden, zorgen dat die lasten niet groter worden en een aantal inspanningen leveren die, dames en heren, laat ons wel wezen, ik ga niet vergelijken met Zuid-Europa, met de inspanning die men gevraagd heeft van de Grieken of de Portugezen. Maar kijk naar de buurlanden, kijk naar de inspanningen in de buurlanden, kijk naar Duitsland, waar bepaalde bedrijven, waar inleveringen gebeurd zijn, waar arbeiders akkoord gegaan zijn om overuren niet aan te leggen, waar arbeiders akkoord gegaan zijn om meer uren te presteren voor hetzelfde geld. Kijk naar inspanningen in andere landen. Ik durf te zeggen dat de inspanningen die wij vragen, dat die gematigd zijn, dat die gespreid zijn en dat die niet leiden tot een sociaal bloedbad. Wij leven in een welvaartsstaat en precies omdat we dat ook zo willen houden, nemen we die maatregelen. We moeten die welvaart behouden, we moeten vermijden dat we wegzinken in een spiraal van schuld, van negatieve groei. Dit is draagbaar. En ik zeg, het zou onverantwoord zijn. Het zou onverantwoord zijn van deze generatie om niet die maatregelen nu te nemen, om nu niet de tering naar de nering te zetten, om nu niet ervoor te zorgen dat onze toekomst van onze kinderen, onze kleinkinderen, niet nog meer bezwaard wordt. En ik heb er goede hoop op dat als het stof van het protest gaat liggen, dat meer en meer mensen gaan inzien dat dit de weg is naar de toekomst. Dat is de keuze die wij gemaakt hebben, dames en heren. En we doen dat niet zonder andere belangrijke nieuwe klemtonen te leggen. Ik ga er u een paar geven. Eén daarvan is dat wij naar een andere overheid willen gaan. We willen naar een Vlaamse overheid gaan die kleiner is, die efficiënter is. We hebben in de vorige periode al een reductie gekend, een forse reductie van 7% van ons personeel. We gaan dat nog eens herhalen in deze periode. Nog eens 2000 mensen minder. Niet met de bedoeling om minder diensten te leveren. Niet met de bedoeling om een zwakke overheid te hebben. Integendeel, de uitdaging is dat wij een sterke overheid zijn, dat wij een slimme overheid zijn, dat wij een overheid zijn die beleid kan voeren. En daarom gaan we die overheid tegen de klip houden. We gaan niet zoals in de vorige periode overal hetzelfde percentage mensen wegnemen,
Gevraagd aan onze leidende ambtenaren om u eens keuzes voor te stellen. We gaan dat binnenkort moeten formaliseren. Wat gaan we nog doen en wat gaan we niet doen? Wat zijn de prioriteiten die we echt wel moeten doen, dingen die er toe doen? En wat doen we misschien al enkele decennia? Dat is helemaal niet meer nodig, omdat het geen taak is van de overheid. En zo hopen wij om tot een nieuwe overheid te komen, maar niet alleen een overheid die slanker is, die efficiënter is, ook een overheid die meer vertrouwen geeft aan de samenleving. En die dus ook mensen vrij maakt om niet langer te doen wat eigenlijk overbodig is in een samenleving waarin de overheid geloof wekt aan de mensen, vertrouwen geeft aan de mensen. Wij willen af van die overheid in Brussel, die Vlaamse overheid, we moeten het toegeven, die veel te veel regelt, die veel te veel gedetailleerde regeltjes oplegt, die veel te veel betuttelt en die veel te veel controleert. Ik ben een ondernemer tegengekomen die zegt, ik werk in 7 bedrijven in Europa en ik word nergens meer gecontroleerd, post factum, achteraf dan in Groot-Brittannië. Ex-postcontrole, maar ik krijg vertrouwen, ik krijg vrijheid. Ik heb er geen probleem mee dat die revisor 4 dagen in mijn bedrijf kampeert, maar ik krijg vertrouwen om te ondernemen. We gaan die lijn doortrekken. We gaan die doortrekken in het onderwijs. Wij hebben te weinig vertrouwen in onze leerkrachten. Wij leggen hen op tot in detail wat ze moeten doen. We vragen hen om daarover rapporten te maken, op te sturen naar Brussel. Er is een pak mensen, ambtenaren mee bezig om dat dus weer te controleren. Hetzelfde met het sportbeleid in de gemeente. We gaan de lokale overheden meer vertrouwen, meer autonomie geven, meer vrijheidsgraden geven. En we gaan ervan uit dat die lokale bestuurders die gemandateerd zijn door de kiezer, dat die niet moeten bestraft worden door Brussel, dat wij niet het vingertje moeten heffen, maar dat de kiezer zal oordelen over dat beleid. Dat die burger zal oordelen over dat beleid. Daar ligt de democratie niet in een controlerende overheid. Hetzelfde voor ondernemers. Dus we gaan naar een omslag van een overheid die vertrouwen heeft. En tweede, we gaan ervoor zorgen dat in die budgettaire moeilijke tijden dat onze economie impulsen krijgt. En ik wil eerst nog eventjes iets zeggen over de Kempen, want de Kempen zitten in een moeilijke periode, hebben een moeilijke periode achter de rug. En u weet dat wij in Vlaanderen 2 zones erkend hebben, wat men noemt ontwrichte zones, dat is Limburg, omwille van de zeer grote sluitingen daar. En dat zijn ook de Kempen. In een ruime stralen rond Turnhout is het gebied erkend als een ontwrichte zone door Vlaanderen. Dat betekent dat nu, als de federale regering zal dat binnenkort doen en de maatregelen zullen dus normaal in werking kunnen treden op het einde van de winter, dat dan bij volledige erkenning daarvan, dat voor nieuwe investeringen op een aantal zones, wat ik resumeer, en voor aanwerving van personeel, zowel voor KMO's als voor grote bedrijven, dat dan een korting komt op de bedrijfsvoorheffing van 25%. Dat betekent een loonkost, een mindere loonkost van 5%, bovenop de loonkostmaatregelen die federaal zal nemen, bovenop de doelgroepmaatregelen die wij zullen nemen. Belangrijk hier, voor de streek, dat investeren een impuls zal krijgen, investeren beloond zal worden. Maar we gaan algemeen voor heel Vlaanderen en dus ook voor hier, voor de Kempen, voor Turnhout en omgeving maatregelen nemen om die economie impulsen te geven. En we gaan dus in de eerste plaats geld vrijmaken om investeringen te doen. De voorzitter heeft erop gewezen in zijn toespraak, onze mobiliteit, kun je bijna geen mobiliteit meer noemen op bepaalde plaatsen en bepaalde tijdstippen. Wij staan met z'n allen stil. Het is slecht voor de economie, het is slecht voor de ecologie, voor de schone lucht. Wij moeten investeren in grote infrastructuurwerken. We gaan dat ook doen. We maken daar geld voor vrij. In dit jaar zal Vlaanderen om en bij de 4 miljard euro investeren in allerlei infrastructuurprojecten. Maar we gaan ook, dames en heren, zeer sterk investeren in onderzoek en ontwikkeling. U zult het weten hier in de Kempen dat al de industrieën die niet meegaan met de nieuwe moderne technologieën, die niet de nieuwe producten kunnen maken, dat die het moeilijk hebben, dat die verdwijnen, dat die vaak gedelokaliseerd worden of dat die weinig of geen toekomst hebben. Wij moeten vernieuwen, we moeten investeren in onderzoek en ontwikkeling en we gaan een groeipad uittekenen om recurrent, dus op jaarbasis, in 2019 te komen tot 500 miljoen euro meer dat we investeren in onderzoek en ontwikkeling. En we gaan daar heel speciaal inzetten op de KMO's, omdat we nu zien dat de onderzoeksmiddelen
heel veel, in heel grote mate gaan naar de grote bedrijven, die daar equipes voor hebben, die daar onderzoekers voor hebben, die daar middelen voor hebben, vrouw en mankracht voor hebben, terwijl voor een hardwerkende KMO die middelen er niet zijn, de mensen er niet zijn. We gaan die drempels wegwerken. We gaan dat doen in samenwerking met de hogescholen, want we moeten in het onderzoek en ontwikkeling investeren. En we hebben daar heel veel troeven aan. Ik wil dat toch zeggen, niet alles is kommer en kwel in Vlaanderen, in tegenwoordig. We hebben in Vlaanderen onderzoekscentra die top zijn, die wereldtop zijn. Denk aan IMEC in Leuven, denk aan VIB in Zwijnaarden bij Gent. Denk aan iMinds, denk aan Vito. We gaan er nieuwe bij maken, ook smaakindustrie, heel belangrijk, agrovoedingsindustrie, waarin we top zijn. Wel, uit die onderzoekscentra groeien nieuwe bedrijven, groeien spin-offs, groeien kleine bedrijven, hoogtechnologische bedrijven met topproducten. Kijk naar wat we ontwikkeld hebben in en rond Leuven met 3D-printing, de fabriek van de toekomst. Ken je Materialize, een bedrijf dat 1200 mensen te werk stelt met 3D-printing? Een technologische evolutie tot en met. Wij gaan naar Internet of Things. Wij gaan na de evolutie van 1, de stoommachine, 2, de elektrische band die Henry Ford ontwikkeld heeft als allereerste om auto's te fabriceren, vervolgens de computergestuurde machines, gaan we naar dingen, zaken, voorwerpen die met elkaar communiceren. Vlaanderen heeft daar enorm veel troeven in. Wij zijn een zeer sterk ontwikkeld land via de kabel, via onze hoogtechnologische onderzoekscentra. Ik nodig u uit om mee te stappen in die fabriek van die toekomst. Andere landen doen het ook in Europa. Duitsland, Oostenrijk, Zweden zetten volop in op de fabriek 4.0. Dit is onze toekomst. Vernieuwen, investeren daarin. Wij gaan daar de hand in reiken met de onderzoekscentra. Onderzoek en ontwikkeling, bijzonder belangrijk. Specifiek voor de KMO's gaan we met de Vlaamse regering een aantal maatregelen nemen die KMO-versterkend zijn. De win-win-lening gaan we versterken met meer middelen. De participatiefonds versterken om KMO's te laten te groeien. Hier is gesproken over de kern van Turnhout. Ik spreek niet uit over lokaal plezier, maar we gaan ruimtelijke elementen, instrumenten ontwikkelen om steden, gemeenten toe te laten om een kernversterkend beleid te voeren ruimtelijk en een beleid te ontwikkelen waarin bepaalde gebieden winkelarm worden, zodat je een echt winkelbeleid kunt gaan voeren. We gaan ervoor zorgen dat wij hinder door openbare werken u niet langer uw zaak volledig moet sluiten om in aanmerking te komen voor vergoeding. Nu is de wetgeving zo dat de zaak helemaal dicht moet gegaan zijn gedurende de periode vooraleer de handelaar een vergoeding kan krijgen. Dit gaan we veranderen met nog een reeks maatregelen die we gaan nemen specifiek voor de KMO's. Onderwijs, heel belangrijk. Afstemming, onderwijs op het ondernemingsleven. Wetenschap en techniek zal gegeven worden aan alle kinderen in het lager onderwijs, vijfde, zesde leerjaar, ook eerste graad secundair onderwijs. Nu gaan er talenten verloren, meisjes, jongens met talenten voor wetenschap, voor techniek, talenten die niet ontdekt worden, smaken die niet kunnen ontwikkeld worden om dat onderwijs te gaan volgen. We gaan meer inzetten op stages in de bedrijven en dan reken ik op u allen ook. Want het gaat natuurlijk niet op om te zeggen, er moet meer gedaan worden voor het onderwijs en wetenschap en techniek en afstemming onderwijs of ondernemen. Als de stages nodig zijn, moeten de plaatsen geleverd kunnen worden. We gaan evenzeer, dames en heren, naar duaal leren. Dat is een Duits systeem waarbij je opleiding krijgt in de school en op de werkvloer. Een zeer goed systeem. Dit is geen systeem voor uitgeruste leerlingen, het is een systeem voor een hoogtechnologische opleiding, wat Audio doet in Vorst, wat bij ons in de Oostkantons bestaat, wat een vraag is uit het bedrijfsleven. En dat kunnen we natuurlijk ook niet als het bedrijfsleven niet zegt, jongeren, welkom hier bij ons om een opleiding te krijgen om aan hoogtechnologische machines, die vaak in de school niet kunnen staan, het vak te leren, echt volwaardig leren. Arbeidsmarkt, we gaan mensen die afstuderen, die werkloos worden, binnen 4 maanden een aanbod op maat geven. Vlaanderen is al top daarin. 92% van jonge werklozen krijgen een aanbod op maat. We gaan naar 100%. Iedereen moet binnen 4 maanden mensen die werkloos worden, jonge mensen, vlug helpen. Niet laten 1, 2, 3 jaar in werkloosheid gaan, worden ze zeer moeilijk bereikbaar voor de arbeidsmarkt. Snel proberen die mensen
te helpen. We gaan mensen activeren tot 65 jaar. En we gaan bovenop de federale loonkostverlaging, die er komt, u weet dat er een loonkostverlaging komt met een indexplan en voor de rest een kostverlaging, allemaal bij de 5%, zodat we het concurrentienadeel opgebouwd sinds de wet de Hanen van 96 kunnen wegwerken, zodat we meer concurrentieel worden in het buitenland met de omringende landen. Daarbovenop gaan wij kortingen geven voor drie groepen, voor jonge mensen, voor 55-plussers en voor mensen met een arbeidshandicap. Al die maatregelen samen, dames en heren, moeten toelaten dat wat de voorzitter zei, kan gerealiseerd worden. We willen een goed ondernemingsklimaat creëren. We willen zorgen dat een aantal voorwaarden vervuld zijn. Dit is niet het zoom, dit is niet het maximum, dat weet ik, maar ik herhaal wat ik in het begin gezegd heb. We moeten twee dingen tegelijk doen. Enorm zware budgettaire inspanningen om dat budget in evenwicht te krijgen en die economie impulsen geven. Ik heb er vertrouwen in dat dit kan, maar het kan inderdaad niet als er geen enthousiasme is, als er niet ondernomen wordt. En dat wil ik u ook vergelijken met West-Vlaanderen. Ik kom uit een provincie van maakindustrie, van KMO's, waar ook bedrijven over kop gaan, waar ook sluitingen zijn. In mijn stad alleen is heel de schoenijverheid verdwenen, 8000 werknemers. Telkens opnieuw zijn er nieuwe investeringen gekomen. Telkens opnieuw zijn er mensen die begonnen zijn vaak in een achterkeukje, in een garage met een product te ontwikkelen, die uitgegroeid zijn tot bedrijven op de KMO's, 70, 80, 120 man en meer. We moeten vertrouwen hebben in de toekomst. En de voorzitter heeft terecht gewezen op een aantal bedrijven hier in de streek die het uitstekend doen. Ik ga ze niet herhalen. Ik ben er even vergeten, dat is uw bedrijf, dat het schitterend doet. Dat zelfs tot in Japan, als het niet fris, caviar uitvoert. Proficiat met uw ondernemingsgeest. Dames en heren, de voorzitter is een voorbeeld voor u allen op dat vlak. Maar laat ons die voorbeelden voor ogen nemen. En laat ons vooral enthousiasme betonen. Laat ons de moeilijke tijden aangrijpen als een uitdaging. Laat ons zien dat de overheden inspanningen doen om orde op zaken te zetten. Dat er een ondernemingsklimaat gecreëerd wordt. En probeer, ik vraag het u, daarop in te spelen. Ik hoop dat het lukt. Ik hoop dat de streek vooruit gaat. Ik wens u allen persoonlijk een sterk ondernemingsjaar. Bedankt. Bink TV. Internettelevisie op zijn turnouts. Just Bink It. Just Blink It.